De wolf is al teruggekeerd, net als de wilde kat. Ook de goudjakhals is in Nederland gezien. Is de lynx het volgende grote roofdier dat we in Nederland kunnen verwachten? Een lynx is een middelgrote kat met een schofthoogte van 65 tot 75 centimeter en een kop-romplengte van 80 tot 130 centimeter met een aantal typische kenmerken. Hij heeft driehoekvormige oren met zwarte pluimen, lange haren op elke wang die op bakkenbaarden lijken, een ronde kop en een relatief korte nek, een dichte bruine, grijze of bruin-grijze vacht, soms gevlekt, een korte staart met een zwart uiteinde, zeer lange poten, vooral de achterpoten, en brede kussentjes onder de voeten. De lynx komt al voor in onze buurlanden. In België is de lynx een aantal keer waargenomen met een wildcamera. Ook in Duitsland heeft de lynx een aantal leefgebieden. Daar werd het dier met succes uitgezet in onder andere de Harts en het Paltzerwoud. De populaties breiden zich langzaam uit in verschillende richtingen. Maar de kans dat de lynx zich permanent in Nederland vestigt, achter de onderzoekers voorlopig erg klein. De populaties in de Harts en het Paltzerwoud liggen honderden kilometers ver weg en de tussenliggende gebieden zijn dicht bebouwd en kennen veel barrières zoals rivieren en snelwegen. Daarnaast heeft de lynx een groot territorium nodig met voldoende bos. Geschat wordt dat dit gebied minstens 100 vierkante kilometer groot moet zijn. Ook moet het bos aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals veel ondergroei, maar ook open plekken. De Veluwe zou een geschikt leefgebied voor de lynx kunnen zijn. Om de kans van lynx in onze natuur te vergroten, zijn wel meer groene verbindingszones nodig, met veel bos. Iets waar andere diersoorten ook baat bij hebben. Bosgebieden op de grens van Noord-Brabant en België kunnen in potentie een habitat bieden aan tenminste één lynx, maar kunnen ook als verbindingsgebied fungeren. Bijvoorbeeld tussen de Veluwe en de Duitse leefgebieden. Maar het zou wel wat zijn. De lynx terug in Nederland. Slagroom op de taart van veel natuurkenners. Want de lynx hoort hier van oudsher thuis en heeft een grote invloed op het ecosysteem. De graasdruk van reeën en mogelijk damherten zal veranderen. Ze zullen zich meer verplaatsen, waardoor boompjes en struiken op bepaalde plekken beter tot ontwikkeling komen. Op andere plekken wordt juist meer geknabbeld. Hetzelfde geldt voor zwijnen. Die kunnen zich meer verplaatsen en op andere plekken vroeten, waardoor nieuwe bomen kunnen ontkiemen. Ook op roofdieren, zoals vossen, heeft de lynx invloed. Deze concurrenten worden weggejaagd of zelfs gedood, wat plaatselijk van invloed is op de muizenstand. En de lynx stelt hoge eisen aan zijn leefomgeving. Grote, gevarieerde bossen die door bosrijke corridors met elkaar verbonden zijn. En daar profiteren talrijke andere dieren van. Lynxen zie je niet snel. Ze staan bekend als erg schuw en zijn vooral in de ochtend- en avondschemering actief. Ze leven het grootste deel van het jaar solitair, in hun eigen territorium dat met geur en krabsporen wordt afgebakend. De territoria kennen wel overgangszones waarin buurtgenoten vrijelijk kunnen bewegen. Net als andere katten zijn lynxen echte carnivoren. Ze grijpen hun prooien met verrassingsaanvallen, meestal in de keel. Hoefdieren vormen vaak het hoofdvoedsel. Vooral reeën zijn favoriet, maar ook jonge herten en zwijnen staan op het menu. Dat is voedsel voor meerdere dagen. Tussen het eten door dekken ze hun prooi af met plantenresten. Daarnaast eten ze ook knaagdieren, vogels en soms een vos of een kat. Aan het einde van de winter breekt de paartijd aan. Een vrouwtje en mannetje leven dan vaak enkele dagen innig samen. Na de paring vertrekt het mannetje en bevalt het vrouwtje zo'n 8 weken later in een schuilplaats. De welpen, meestal 2 tot 4 stuks, leven ongeveer een jaar bij hun moeder.